Hé, hey, waar was ik nou naar op zoek? Oh ja, het grote geluk. Personage Martine wordt 40 in de voorstelling. Ja. En dat is voor veel vrouwen toch een ding. Hmm. Zoals het ook voor veel vrouwen een ding is om 30 te worden. En gelukkig zeggen ze nu het nieuwe 40. Of nee, wat zeggen ze ook alweer? Als je 40 is, het nieuwe 30. Maar ja, weet je wel, je voelt toch wel, waar sta je in je leven? En ben je een slaaf geworden van je gezin? Of ben je nog steeds met een carrière en je hebt nog geen gezin? Dat zijn allemaal vragen die... Die je bezighouden rond die leeftijd. Ja. Ik denk, ik ben jarig, dus ik doe het gewoon. En mijn ex-schoonvader die zei van, je moet jezelf wat tijd gunnen. En toen vond ik die happiness in de kliko, ja, die was er per ongeluk in terechtgekomen. En ik denk, ik boek hem. Ik boek die hut. Ja. Ja, precies, ja. Ja. Ja, ik verwacht er vanmiddag te zijn om een uur of 3. Ja hoor, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja. Ik kijk ook heel erg uit naar uw hut. Dag. Verrassing! Godsamme! Zij krijgt een proefabonnement cadeau op de Happiness. Happiness is het grootste mindstyle magazine in Nederland. Wat met spiritualiteit te maken heeft. Wat met zingeving, verdieping te maken heeft. En zij denkt eigenlijk, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik heb een hele drukke baan, ik heb een gezin, we leven langs elkaar heen. Ik leef... mezelf voorbij eigenlijk een beetje. En weet je wat ik doe? Ik boek een stiltehut. En ik ga me afzonderen en ik ga op zoek naar mezelf. Ja. Nou ja. Alsof dat zin heeft, weet je wel. Gewoon alles achter je laten en in een stiltehut gaan zitten. Mm-hmm. Dan krijgt ze ook nog een aanbieding. Want ze geeft, want haar baan is kookworkshops geven aan geestelijke gehandicapten. En dat slokt veel tijd op. En ook moet ze daarover bloggen. Nou is die blog een keer gelezen door iemand. En dat is opgepikt. Dat is viral gegaan. Ze weet zelf niet eens wat het betekent. En ineens mag ze auditie doen voor een nieuw bakprogramma. Ze kan de nieuwe Martine Bijl worden. En ik denk, verdomme. Dat zou wel eens mijn geluk kunnen zijn. En daar stapt ze in. En nou ja, wat dat allemaal voor gevolgen heeft, dat zie je in deze... Kiki, hi. Hoi. Jij bent regisseur van Het Grote Geluk. Vertel, wat gaat Het Grote Geluk mij brengen? Het Grote Geluk, dat wordt een hele nieuwe Nederlandstalige musical geschreven door Eva Gouda. Muziek en liedteksten zijn geschreven door Jan Groenteman. En wij zijn met z'n drieën door het MLAB bij elkaar gezet. Omdat die graag jonge makers de kans wilden geven om nieuw Nederlands materiaal te maken. Nieuwe musical, nieuwe muziektheater. En Grote Geluk wordt een musical over een typisch Nederlands gezin, anno nu. En wij zijn eigenlijk, toen we bij elkaar werden gezet, zijn we gaan nadenken van wat willen we nou maken en waar houden wij nou van. We hebben allemaal een hele grote voorliefde voor Arne Emgen Schmid en Harry Banning. En hun eerste musical was Heerlijk duurt het langst. En dat ging ook over een Nederlands gezin, anno jaren 70 was het. En zo kwamen wij eigenlijk op het idee. Wij moeten ook, we willen een totaal nieuwe musical maken, maar wel in het verlengde van Arne Emgen Schmid en Harry Banning. Ja. Een musical over een Nederlands gezin. Anno 2014, waarin alle personages of alle gezinsleden allemaal op hun eigen manier op zoek zijn naar geluk. Ja. En dat is in deze tijd heel wat lastiger met alle keuzes die je hebt. De A is van afwas, die doe je heel graag. De B is van... Dat krijg jij vandaag. De C is van kokos, die smeert Mo in zijn haar. Groentejongens, na een half jaar zie ik jullie weer terug. Ik zie vaak mensen nooit meer terugkeren bij MLAB, maar jullie komen terug. Hoe komt dat, Jan? Het is ook wel een beetje beleid van MLAB dat ze meer toe willen naar mensen langere tijd een kans geven om dingen uit te proberen te maken. Zodat wij jullie kunnen zien groeien. En ja, dan is de onvermijdelijke volgende vraag, Kees. Ja.
In hoeverre ben jij gegroeid ten opzichte van afgelopen winter? Ik ben denk ik wel iets meer ervaren geraakt dankzij MLAB en dankzij Wintersprookje in het hele theaterwezen. Wintersprookje was eigenlijk de eerste keer dat ik op zo'n manier als muzikant werkzaam was in een theater of een musical. Mm-hmm. En ja, dan is alles nog nieuw en dan ben je misschien nog wel iets onzekerder en durf je iets minder duidelijk jezelf kenbaar te maken of iets dergelijks. En nu heb ik wel het gevoel dat ik iets meer het idee heb dat ik nog meer mezelf kan zijn en mijn kwaliteiten nog wat beter kan laten spreken. Het schijnt dus dat je alleen maar mag bloggen als je wat te zeiken hebt. Nou, ik heb genoeg om te zeiken hoor, maar helemaal rol, maar overal over zeiken. De NS, de files, Miley Cyrus, uitnodigingen om Candy Crush te spelen, harde kak, en ik allemaal over bloggen. Maar ja, daar blogt iedereen al over. Enfin, ik blog niet meer. Ik heb al een stukje mogen bekijken. Ja. Het klinkt en het voelt als een mega tijdcapsule. Ik hoor allemaal dingen uit deze tijd. Ik hoor Miley Cyrus, ik hoor Tinder, ik hoor klagen over de NS op Twitter. Ja, dat klopt. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat je dat zegt, want dat is dus ook de bedoeling. Wij willen echt iets van nu neerzetten. Ja. En ik denk dat er in musical land of worden er natuurlijk heel veel producties vanuit het buitenland gehaald. En die ook allemaal natuurlijk niet gegronde redenen hun bestaansrecht hebben. Maar die worden vaak weer hergeproduceerd. En wij wilden echt iets 2014. Zodat het publiek dat in de zaal zit zich daarin echt herkent. En ook namen hoort inderdaad van mensen die op dit moment in het nieuws zijn. In hoeverre doe jij al die dingen, Kees? Ik ben niet zo'n enorme klager, denk ik. Maar ik ben natuurlijk wel een kind van deze tijd. Dus ik heb een smartphone met apps en ik gebruik veel Facebook om in contact te zijn met mijn vrienden en familie. En ik ben veel op het internet te vinden op allerlei handen sites. Dus dat is, heel veel dingen zijn ook voor mij herkenbaar. Ja, het is, ik denk dat we in een tijd leven waarin iedereen een soort van, of heel veel mensen in ieder geval, afhankelijk zijn van hun smartphone om in contact te zijn. En, maar het klagen, dat is niet echt aan mij besteed. Ik heb in ieder geval Facebook afgezworen. Dat scheelt me een hoop tijd en een hoop geneuzel om niks. Want ik zat op een gegeven moment inderdaad in privélevens te kijken. En ik denk van ja, ik kan mensen ook gewoon tegenkomen en vragen hoe het gaat. Ik Twitter wel, gewoon op regelmatige basis. Soms om publicitaire redenen, soms gewoon omdat ik een zin kwijt moet op de een of andere manier. Gelukkig te worden, moet je eerst openstaan voor geluk. Oké. Okay. Openstaan voor geluk, moet je jezelf eerst geluk gunnen. Oké, om jezelf geluk te gunnen moet je eerst van jezelf houden. Om van jezelf te houden moet je jezelf eerst vinden. Oké, jezelf vinden, mezelf vinden. Stap 1, domp jezelf in eenzaamheid. Check. Stap 2, neem al je gedachten op zodat je ze later nog eens terug kunt luisteren. Bijvoorbeeld met je smartphone. En jij, Jan? Geen klager, geen twitteraar. Maar verder wel natuurlijk ook heel erg te veel op mijn telefoon kijken. Het leuke vind ik zelf dat ik, toen we dit stuk aan het maken waren met Eva en Jan, dat je zelf daarin ook heel erg aan het zoeken bent. Dus ik heb een tijdje een abonnement gehad op de Flow, dat is een soort happiness. En dat ging over mindfulness. Ik dacht, oh heerlijk, lekker naar een plantje kijken en even bewust. En de volgende dag denk je, wat een onzin, echt. Laten we gewoon nuchter zijn en... dus ik denk dat dat wel heel kenmerkend is van die tijd. Ja, dus wij als makers zijn daar zelf ook heel erg aan het zoeken. Dus we kunnen er heel cynisch over doen. En aan de andere kant zit er ook wel weer een kern van waarheid in. Dat zijn uitingen natuurlijk van 2014. Maar is de problematiek van mensen nieuw ten opzichte van vroeger? Ik denk uiteindelijk dat mensen van alle tijden altijd op zoek zijn naar wie ben ik nou en wat wil ik. Ik geloof wel dat vandaag de dag dat we veel meer keuzes hebben.
En dat dat soms wel heel verwarrend kan zijn. Zoals we over alle tijden denken, als je het middenin zit, dan denk je, oh, ik vind het onoverzichtelijk en zoveel keuzes. Volgens mij hadden mijn ouders dat ook in de jaren 70, in de jaren 80 wilde iedereen geld verdienen. In de jaren 90 nog meer. En in de jaren 0 viel alles als een kaartenhuis in elkaar. Er is altijd wel wat. Er is altijd wel een oorlog. Er is altijd reden om op zoek te gaan naar jezelf. En er is altijd reden om ontevreden te zijn, om op zoek te gaan naar het geluk. En de musical heeft natuurlijk ook muziek. Is de muziek veranderd ten opzichte van een wintersprookje? Ja, jawel. Ja. Ik heb natuurlijk, het is de tweede musical waar ik liedjes voor schrijf. Dus daar word je dan ook wel... wintersprookje ben ik gewoon ingedoken van... ik ga gewoon wat schrijven en ik zie wel. En hier heb ik toch meer al eerder de grote lijnen proberen te zoeken. En ook wel gevonden, volgens mij. Maar wat blijft is dat ik gewoon heel erg hou van liedjes die en ergens over gaan en blijven hangen. En waar je de neiging van krijgt om ze toch zachtjes mee te zingen. Dus die ik ben ook echt op zoek geweest naar gewoon mooie melodieën en sterke hoeks. Er zit wel een gedrevenheid in je, want je wil het meteen ook de beste musical van het jaar maken. Maar ik wil altijd overal waar ik in zit, wil ik er altijd het leukste en het beste van maken. Het is onzin om te zeggen, nou dit wordt een minder motortje mensen. Nee, zo ben ik niet. En wat zal dit de beste musical van het jaar maken? Ik denk de leuke combinatie van mensen. Waar ik altijd het grootste voorstander van ben, van die leuke combinaties. De teksten, de liedteksten die Jan Koenteman dan heeft geschreven, de teksten van Eva Gouda, die maken het tot iets eigentijds en ontroerends en grappigs. En dat vind ik gewoon een hele goede combi. Ik voel nu heel erg dat hoop dat daar iets in zit. Dat misschien wel, dat het verdient om nog... meer te spelen dan die 10 keer hier in M-Lab. Ja, is het en daar hoop? Is ook sprake van. Is het hoop of heb je... Nee, er is ook wel al sprake van. Er wordt over gesproken. Ja. Maar het is nog niet concreet. Maar ik geloof dat het gebeurt. Ja. Wanneer ik mijn kantoor...